prachtig kos. En het is heel lekker weer, Os. Hello, good morning. Het is zondag en het is... Ja, ja, 4:10. Dus, beetje stil zijn voor Bart. En ik ben bijna klaar. Ik moet alleen nog even mijn haar doen. En dan ga ik naar Schiphol. Let's go! Zo, ik ben op het parkeerterrein. En ik ga even snel mijn nieuwe hakjes aandoen. En dan ga ik snel door. Ik heb vandaag niet zoveel tijd om een heel verhaal te vertellen. In ieder geval wil ik wel vast even vertellen dat komende dinsdag, dan heb ik een vlucht, een beetje een schappelijke tijd. Volgens mij gewoon rond 12:00 in de middag of zo. Dus dan maak ik een keer een video waarbij ik gewoon echt helemaal laat zien hoe het stuurdessen klaarmaken van thuis tot aan Schiphol gaat. Dat lijkt me echt super leuk, maar elke keer lukt dat niet omdat het gewoon hartstikke vroeg is. Dus dat voor dinsdag. En voor nu neem ik jullie weer een beetje mee in de dag. Gij zult zien wat het zal brengen. Oh ja, ik ga naar Kos. Een hele goede morgen, dames en heren. Welkom aan boord. De stoelnummers staan aangegeven op de bagagevakken. Plaats u alstublieft de handbagage met een groen label onder de stoel voor u en een handbagage met een rood label in de bagagevakken. Zit u op de voorste rij of bij de nooduitgang, plaats dan al de handbagage in de bagagevakken. Bent u bij uw zitplaats aangekomen, doet u dan alstublieft een stapje in de rij, zodat de overige passagiers ook hun zitplaats kunnen innemen. Graag uw medewerking om te voorkomen dat uw handbagage in het vrachtruim moet worden geplaatst. Dank u wel. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard. De seatnummer zou indicated in de overhead luggage screens. Please stow all your hand luggage with a green label on the receipt from the queue. And hang luggage with a red label in the overhead luggage screens in order to stow most of the carry luggage. If you are seated at the front row or the exit rows, please stow all your hand luggage in the overhead luggage screens. Thank you. Zo is de deur vrij. En zo gaat hij open. Kijk. Zo. Dus je duwt in het midden. Ziet u in het midden, hier bij push, push. Het is gewoon best wel apart natuurlijk, zo'n deur. Maar dit is ook apart. Dat dit er nog in zit is apart. Maar nog aparter is dat ze dus denken dat hiermee de deur open gaat. Huh? Dat kan niet. Nou, vandaag helaas niet zo veel tijd om te vloggen, want het was echt een super druk moment. Dus we zijn nu bij mijn Kos en we gaan landen. Prachtige luchthaven van Kos. Nou, daar zijn we dan op Kos. Het is heel lekker weer, Os. Ik zei net dus tegen de passagiers, goedemiddag, maar het is nog 4 morgen. En ik ben zo kapot, zo kapot, echt waar. Ik ga heel snel afmelden nu en lekker naar de auto. Back in the car. En jawel, het is nu 3:10. En hoe laat ging mijn wekker? 4:30. Mwah. Dus 11,5 uur geleden. I am very kapot, dat wel. Maar aan de andere kant, nu ik weer het licht een beetje voel, krijg ik ook alweer een beetje energie. Dus misschien dat ik straks met Bart nog naar Planet of the Apes ga. Want daar, ik wil zo graag naar die film. Echt zo graag. En eigenlijk is Yola alleen nog vandaag bij de vader. Dus ik ga heel even kijken hoe ik me voel straks thuis. En dan gaan we dat misschien nog maar even doen. Zo, daar zitten we dan. Nog geen half uurtje nadat ik thuis ben gekomen. Gaan we meteen door naar de Planet of the Apes. En we gaan naar de vroege voorstelling. Vroege bios aflevering. Hoe noem je dat nou weer? Vroege film. Gewoon film. Voorstelling. Oh, anyway. We gaan naar de vroege, zodat ik niet slaap val.
Maar ik val echt niet in slaap, want ik vond de eerste twee delen zo ontzettend mooi. Mooie films, echt heel hele mooie films. Spannend, mooi, goede effecten. Die kopjes Hoepa. Van die aapjes. Oh, zo schattig. Zo schattig en zo mooi en zo goed gemaakt. Ja. Echt prachtig. En ook nog een goed verhaal. Ja, ik heb er echt zin in. Ik ga jullie zo laten weten hoe het was. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste natuurlijk, hè? Het goede verhaal. Het goede verhaal is het belangrijkste, jazeker. En ik moet nog wat eten, ergens. Patatje. Patatje met mijn schatje. Bart, wat heb jij gedaan in de tussentijd dat ik aan het vliegen was? Ik heb gesport. Zo. Drie kwartier krachttraining. En toen een half uurtje cardio. En lekker verder gelezen in mijn boek. Saai. Maar wel. Maar je hebt gewoon keihard lekker uitgeslapen terwijl ik stond te werken. Nou, ik ben One hour later. Oh, ik denk dat mijn camera bijna vol is nu. Ik ga snel stoppen hiermee. Yo, later. Anders hebben we geen ruimte meer. Wat? Bart. Ja. Normaal, rij normaal. Ik rij normaal. Oh ja, en trouwens. Ik ben nog niet ongesteld geworden. En morgen? Morgen ben ik ook tijd. Maar we hebben net afgesproken dat we deze keer geen test doen. We gaan geen test doen. We gaan gewoon een week het later over tijd laten lopen, mocht het zover komen. Dat is ook zo. We lachen nu nog. Misschien huilen we morgen weer. Nee, we gaan niet huilen. Ik ga genieten van dit lachen. We gaan ervan uit dat het er niet wordt. Nee, ik ga genieten van dit gevoel nog even. Ja, oké, dat kan ook. Je kan er ook van uitgaan dat het wel wordt. En dan gewoon dagenlang een lekker gevoel hebben en daarna even gewoon keihard 10 minuten janken. Ja, goeie. En dan een paar wijntjes pakken. Ja, dan heb ik me langer lekker gevoel. En in de Shambhala! Had je al uitgelegd wat de Shambhala is? Ja. Vast wel een keer, maar heb ik nog niet geëet. Maar ook daar heb ik een achterstandje mee. Dus we gaan nu naar de film. Popcorn. Zo, wat vond je van de film, schat? Heel vet, heel vet. Jij? Heel zielig. Ja. Aapjes. Niet vertellen wat er gebeurt aan het einde. Nee, wel een leuk bruggetje tussen het vliegen en deze film is. Een van de hoofdrolspelers was Woody Harrelson. Woody Harrelson. En jawel, Woody Harrelson, die had ik een keer aan boord bij Transavia. Wow. Serieus. Nou, sorry hoor, daar mag je best wel trots op zijn. Ja, daar mag je ook zeker trots op zijn. Vooral dat hij gewoon naar achter liep waar ik stond. En daar naar de wc ging. En me toen aansprak van, can I use this toilet? En dat ik vroeg, why are you flying with us? Yeah, because I have an apartment in Amsterdam. En verder vroeg ik niks meer. En ik durfde ook niet om een selfie te vragen. Nee, want dat is zo standaard. Dat doet iedereen waarschijnlijk. Nou, ik heb er wel spijt van hoor. Het was wel leuk geweest, ja. Nou ja. Nou ja. Misschien zien we nog een keer. We zijn de Tesla aan het laden. Bart die moet altijd al deze boekjes bewaren. En zelfs meenemen in de auto om door te spitten. Nou, niet van de Aldi hoor. Nou, serieus. Ik gooi dit altijd meteen weg als ik het vind. Ja, gelukkig vind ik het eerder altijd. Even kijken. Oh, Ethos. Ethos, die gooi ik altijd weer weg. Nee, dat is nou weer hier, boeiend. Aldi, dames en heren, van maandag 17 tot zondag 13 juli is bij de Ethos een aanbieding. Daar wil je wel. 1 plus 1 gratis, alle haarverzorging en styling producten. Shop nog alert. Ja, dat is onze favoriet. Kijk even of er nog een box in staat. Ja. Nou, afsluit het niet. Ja. Zoals je batterij straks helemaal leeg. Dankjewel voor het kijken in deze vlog. Het wordt zo standaard wat ik elke keer zeg. Ja, nou dan doen we het straks thuis. Waarom doe je niet gewoon thuis? Het is een kutje. Nou, tot morgen.
Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. En niet vergeten te abonneren. Doei! Doei!